Ik ga geen nuttig lammetje meenemen. Nee. Dat is wel een schaap. Oh. Even kijken. Ah, hij is bang, hè? Hij is een beetje bang. Ja. Gaan die pootjes erin? Ja, dat wel. Nou, anders... Oh jeetje, ach. Nou, dit, was dus, dit is de overdracht. Ja, ik weet niet. Ik ga het niet bijten. Ik ben ook echt een boerin, hè. Ja, beste mensen. Dit is dan even het officiële moment voor de overdracht van de schapenmarkt. Dat de nieuwe stichting en Concordia samen dat gaan organiseren het komend jaar. En nou, een heel mooi voorbeeld van Oldebroek voor elkaar. Dat mensen uit onze eigen Oldebroekse samenleving dit gaan oppakken. En nou, de schapenmarkt is natuurlijk niet weg te denken uit Oldebroek. Dat kan ook niet dat dat niet meer zo zijn. Dus het is hartstikke mooi dat jullie dit willen gaan doen. En ja, schaap is natuurlijk een prachtig voorbeeld. En een heel mooi symbool van de schapenmarkt die al, nou hoeveel jaar, meer dan 100 jaar geloof ik, al plaatsvindt. Echt hoort bij de cultuur van Oldebroek. We zijn als gemeente echt heel blij en heel trots op jullie en de vereniging dat jullie dit nou ja, aandurven. En wij hebben alle vertrouwen in dat het heel goed gaat. En dat het een prachtige schapenmarkt gaat worden in september. 16 september hè, of 17 september. Ja, ja. Super. Derde week van september. Derde week van september, ja. Dus ik wil jullie heel veel succes wensen en heel veel nou, plezier er ook mee. Ja. En we helpen jullie nog natuurlijk hè, het komend jaar. Ja. Dank u wel, wethouder. We hebben gisteren als muziekvereniging Concordia een ledenvergadering gehad. En daar hebben we uitvoerig gediscussieerd van gaan we wel de schapenmarkt of niet de schapenmarkt overnemen. Het lag voor de leden natuurlijk best wel best spannend. Niet lastig, maar best spannend. Want het is heel veel werk wat er door de leden moet worden verricht. Aan de andere kant is het zo, het schapenmarkt is al heeft een hele lange traditie. En Concordia die is al een jaar of 20, 30 betrokken bij de schapenmarkt. Ja. We organiseren allerlei randactiviteiten, zoals vroeger de zeskamp. En nou, we vonden het ook wel een plicht van de vereniging om wat terug te doen voor de bevolking. En we zijn heel blij dat we ons kunnen inzetten om in de toekomst de schapenmarkt tot een stukje blijvende historie, een blijvende activiteit voor Oldebroek te laten zijn. En dat het schaap symbolisch overhandigd wordt het symbool van. Ja. Dat we hopen dat er in de toekomst nog vele schapen verhandeld mogen worden. Ja, de zeker. Ja. Oh, nu zullen we nog even het contract toch even ondertekenen. Dat is ook nog even een officieel momentje. Ja. Schapen erin bij. Zet ik allemaal aan de weer op. Kijk, alsjeblieft, Dick. Bedankt en veel succes. Dankjewel. Ja. We gaan er een succes van maken. Ja, alle vertrouwen in jullie. Ja, ja, gefeliciteerd. Ja. Nou, hoe is het zo gekomen dat Concordia de organisatie van de schapenmarkt overneemt? Nou, het is natuurlijk zo dat de gemeente heeft besloten om deze taak af te stoten. En nou, vorig jaar merkten we al iets in de wandelgangen dat die discussie op gang kwam. Dus intern hadden we natuurlijk ook al wel eens met elkaar over gehad van goh, dit komt op onze weg en wat gaan we ermee doen? Dus het heeft al wel een voortraject bij ons binnen het bestuur in ieder geval gehad. En we hebben toch wel de conclusie getrokken van nou, we willen dat wel graag gaan organiseren. En natuurlijk brengt dat best wel veel werk met zich mee. Aan de andere kant, we willen er ook best wel stappen in gaan zetten. We hoeven het natuurlijk niet zelf te doen en we gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt. We zijn heel blij dat de gemeente ons gelijk benaderd heeft, omdat we toch altijd al die jaren betrokken zijn bij het schapenmarkt gebeuren. En de gemeente heeft ons ook de redelijke vraag gesteld van nou Concordia, dit gaat er gebeuren en is dit niet wat voor jullie? Het is vereniging, als vereniging willen we ook binnen in de samenleving staan. We willen wat voor de samenleving betekenen en dat staat ook in ons beleidsplan. En in het verlengde daarvan komt dat ook een mooie tot uiting. We hebben wel eens gezegd, de Oldebroekse bevolking die moet niet om de muziekvereniging heen kunnen als het ware. Met activiteiten. Nou, dat is nu dus ook weer gebleken.
zijn we de gemeente dan ook best wel dankbaar voor. Het college heeft wel besloten, ook in overleg met het bestuur, om nog voor 3 jaar 5000 euro per jaar garant te staan voor de organisatie van de schapenmarkt. Want het is best spannend voor de vereniging en ook wel, er zit een zeker risico aan wat zij nu gaan nemen. En wij willen niet dat de muziekvereniging daar last van zou kunnen krijgen. Dus dat moet ook wel een beetje gescheiden worden, de nieuwe stichting en de muziekvereniging zelf. En wij hebben ze als gebaar gezegd, we zijn zo blij gewoon als gemeente dat zij dit willen gaan doen. Het gaat heel veel tijd voor ze kosten, heel veel vrijwilligers die daarvoor in touw moeten. En dus vandaar dat we hebben gezegd, dat doen wij nu nog voor 3 jaar. En uiteraard ook een beetje faciliteren met hulp vanuit de gemeente. Een warme overdracht noemen we dat. En dan hebben we er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat en dat ze heel snel op eigen benen kunnen gaan staan.